Goedemiddag, mijn naam is Jos Aars. Vandaag gaan we rijen en kolommen verzetten in determinanten. Als je dat doet, zal de determinant van het teken veranderen. Een plus wordt een min en een min wordt een plus. We gaan eerst bewijzen voor een 2x2 matrix. Hier is de matrix gegeven ACBD. Als je die determinant berekent, krijg je AD min BC. Crossing vereenvoudigen, dus AD min BC. En die is de determinant van A. We gaan nu twee rijen verwisselen. Namelijk aan de eerste rij wordt BD en de tweede rij wordt AC. Als je uitrekent de determinant, dan krijg je dus BC min AD. Dan kun je de min buiten brengen en krijg je min AD min BC. Dat is gelijk aan min determinant van A. Ik heb wel plus BC geschreven, dat moet wel min BC zijn. Ja. We hebben twee rijen verwisseld. Nu gaan we twee kolommen verwisselen. Dan krijg je dus eerste kolom CD, tweede kolom wordt AB. Opnieuw rekken we de determinant uit. Dan krijg je CB min AD. Opnieuw min AD min BC. Opnieuw geef je plus van de min, is de min determinant van A. Dat foutje moet AD min BC zijn. Ja, dus de plus is min geworden en de min is plus. Dus tegenhand van het teken. Als eerste voorbeeld hier, 3x3. In deze matrix heb je 1, 2, 3, 0, 5, 2, min 2, 4, 1. En je merkt, in het tweede voorbeeld hebben we de twee rijen, rij 2 en rij 3, verwisseld. Ja, we gaan nu kijken of het teken verandert. Eerst gaan we ontwikkelen naar de tweede rij. Dan krijg je dus 0, min plus. Dus 5 keer 1, min 2, 3, 1. Als je niet weet, kijk naar de video over de determinant, hoe je determinant berekent. Min 2 keer 1, 2, min 2, 4. Ja. Als je het uitrekent, krijg je dus 5 maal 1 plus 6. Ja, 1 min 2 keer 4 plus 4. Ja. 4 min min 2 wordt 4 plus 4 wordt 8. Dan krijg je dus 5 maal 7 min 2 maal 8. Is dus 35 min 16 is dus 19. Deze determinant heeft als waarde 19. Nu, we hebben juist gezegd, als je het teken van het teken verandert, zou dit min 19 moeten worden. We gaan nu uitrekenen of dat ook klopt. We gaan nu ontwikkelen naar de eerste kolom. Je mag zelf kiezen, we kiezen gewoon de eerste kolom. Dat wordt dus 1 keer 4, 1, 5, 2. En dan min, hier staat min, sorry, dat moet een min zijn. Ja. Dus plus 2 keer 2, 3, 5, 2. 2, 3, 5, 2. Ja, als je uitrekent, krijg je dus 1 maal 8 min 5, dus 4 maal 2 min 5 maal 1, plus 2 keer 2 maal 2 min 5 maal 3. Dan krijg je hier 1 keer 8 min 5, wat 3 zal geven, plus 2 keer 4 min 15. Ja, dit is 3 plus 2 keer min 11, is 3 min 22 is min 19. Dus inderdaad heb ik genoteerd dat die determinant van teken verandert is van 19 wordt min 19. Ja. Dus de determinanten A verandert van teken. Als je dus twee rijen of twee kolommen verwisselt, ja, verandert het de determinant van teken. Ja. Dus onthoud dat, de determinant verandert van teken. Dank voor de aandacht de volgende keer. Als je het een goede video vindt, geef dan een like of ga naar mijn website www.josephaars.com.